Welkom bij alweer de 9e aflevering van Gezond in de Regio. Iedere maand praten we in dit programma over een medisch onderwerp. Zuurstof, we hebben het allemaal nodig en staan er niet eens bij stil dat we dat inademen. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In deze aflevering gaat het over longziekte en longarts Freek Cox weet daar alles van. Wat ik eerst wil weten, wat zijn de meest voorkomende klachten? Onze patiënten klagen het meest over kortademigheid, over hoesten en opgeven van slijm. Deze klachten kunnen heel goed passen bij ziektes als astma en COPD. Voordat we verder praten over dit onderwerp, kijken we naar een reportage over Cindy van Beers uit Uden. Zij lijdt aan COPD en dat heeft behoorlijk impact op haar leven. Ik heb COPD gekregen doordat ik op zeer jonge leeftijd ben begonnen met roken. 10 à 15 sigaretten per dag. Iets latere leeftijd kreeg ik astmatische klachten. Heb daarvoor mijn medicijnen ook gekregen. Maar tijdens een vakantie is het helemaal misgegaan in 2007. Lukt het? Ja hoor. In 2007 was ik op vakantie met vrienden op Malta. En daar verergerden mijn klachten, zodat ik een heuveltje niet meer op kon lopen zonder hulp van anderen. Na thuiskomst ben ik gelijk naar mijn huisarts gegaan. En die hebben een blaastest gedaan. En een gezond mens heeft een longinhoud van 100%. En ik had nog maar 31%. Vandaar dat ze me gelijk door hebben gestuurd naar ziekenhuis Bernhoven te Veghel. En daar hebben ze na onderzoek ook geconstateerd dat ik COPD heb. Fysio is voor mij heel erg belangrijk. Voor de conditie en de kracht. Om de ziekte geen kans te geven dat die nog slechter wordt. Dus. Gaat het wel? Als je het niet erg vindt, dan ga ik zo naar huis. Ik zie dat je moe bent. Hartstikke moe. Ja. Je mag naar huis. Dank je. Toen COPD bij mij werd vastgesteld, is mijn leventje op zijn kop komen te staan. Ik had een 40-uurige werkbaan als telefonisch verkoopster. En dat kan ik niet meer. Ik heb de lucht heb ik niet meer om mijn werk te kunnen voldoen. Is het mistig buiten of het regent buiten, is voor mij heel erg slecht. Voor elke COPD-patiënt is dat slecht. Want je krijgt het alleen maar benauwder door de luchtvochtigheid. En avondje stappen, ja, daar moet ik heel wat voor doen om dat een keer vol te kunnen houden. Ik moet 's middags heel goed rusten, zodat ik 's avonds een uurtje of 3, 4 aanwezig kan zijn. En daarna ben ik helemaal op en moet ik weer een paar dagen bijtanken om weer wat leuks te kunnen doen. Hoi. Kijk, dan ben je er weer. En hoe was die? Oh, met moe. Ja? Ik heb gesport. Dat kan ik wel zien. Heb je goed je best gedaan? Ja, ja. Alsjeblieft. Oh, lekker, dankjewel. Eet hem eens rustig. Het accepteren van COPD, dat was voor mij heel erg lastig. Er kwamen ook een hele hoop emoties bij. En wat ik nou heel erg moet doen is op tijd mijn medicijnen innemen. En dat zijn medicijnen, dat zijn buisjes, die moet je inhaleren. En dan gaan je longen krijgen weer wat meer lucht, zodat ik weer wat meer activiteit kan doen op die dag. En ja, wat is mijn toekomstbeeld met COPD? Ik hoop dat ik er heel oud mee word. Leuk dat je erbij bent. Ja, ik heb er ook hartstikke veel zin in. Leuk dat ik mee mag. Lekker even shoppen, wat drinken. Heerlijk, gezellig.
Ik vind deze wel leuk. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik net te pakken. Ja. Dus normaal, ja. Jo, bedankt. Houdoe. Nog mooi weer in de zon. Hier. Ja. Versluit. Lekker. Dankjewel. Heerlijk. Dankjewel. Super. Lekker. Ik had dorst. Heb je er nou geen last van? Is iemand roken achter jou op het terras? Nou, in de buitenlucht heb ik glas van me. Oh, ik vind ze lekker ruiken. Maar ik weet, ik ben gestopt en dat is beter voor mijn gezondheid. Ja, ja. Nou, ik vind het in ieder geval goed dat je het gedaan hebt, maar ja. Zo, gaan we lekker naar huis? Want ik ben doodmoe. Wat is COPD? COPD is een chronische longziekte. En dat is ontsteking in de luchtwegen. En in de longblaasjes. Daardoor worden de luchtwegen vernauwd en de longblaasjes kunnen daarbij kapot gaan. En dan krijg je het beeld dat wij emfyseem noemen. Maar dat is iets anders dan astma dan? Ja, astma is een ander soort ziektebeeld. Astma is meer een ziektebeeld van de jonge mensen. COPD is een ziektebeeld dat meestal na je 40ste ontstaat. COPD is in Nederland met name roken gerelateerd. En astma is meer een aangeboren afwijking. De ziekte COPD is irreversibel. Dat betekent dat de vernauwing van de luchtwegen en het kapotgaan van de longblaasje, dat je dat niet meer kan genezen. Je kan het wel remmen door te stoppen met roken, maar je kan het niet meer genezen. Wat zijn de eerste verschijnselen en wat moet je doen? De verschijnselen die we met name bij deze ziektebeelden zien zijn: mensen hebben kortademigheidsklachten, mensen moeten veel hoesten, mensen zijn vaak moe. Ja. En wat betekent het voor het dagelijks leven? Voor het dagelijks leven is dat heel verschillend. Kijken we naar het ziektebeeld astma. Er zijn mensen die zijn ernstig geïnvalideerd door astma, hebben elke seconde van de dag klachten. Er zijn ook astmapatiënten, die hebben vrijwel nooit klachten. Er zijn zelfs een paar topsporters, die u zelf misschien ook kent, die zelfs Olympisch goud kunnen winnen met astma. Maar wel de dag daarna misschien kortademig zijn. Nou, wat is er aan te doen? Beide ziekten worden behandeld met medicijnen. En de belangrijkste medicijnen in de behandeling zijn puffers. En die puffers zijn ten eerste om de luchtwegen te verwijden. Dat doen we bij astma en bij COPD. En we geven puffers om het ontstekingsproces in de longen te remmen. En dat lukt bij astma beter dan bij COPD. En daarom kunnen we astma ook veel beter behandelen dan COPD. Gaat het ooit over? Astma kan in principe veel beter gaan. Het gaat niet helemaal over. Maar sommige astmapatiënten hebben jarenlang klachten en dan weer jarenlang niet. Bij COPD, de schade die geschied is, dat blijft. Dus die longen kunnen nooit meer beter worden. Dus heb je ernstige kortademigheidsklachten van COPD, dan kunnen die klachten met puffers wel iets worden verbeterd. Maar in principe je longen blijven even slecht. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dinsdag 29 mei wordt in ziekenhuis Bernhoven in Os een informatieavond over aandoeningen aan longen en luchtwegen gehouden. Deze vindt plaats in de kapel en duurt van 7:30 tot 9:00. De toegang is gratis. Ook op internet is meer informatie te vinden. Zo is er de website van het Astmafonds en kunt u op www.luchtpunt.nl terecht. Dit was Gezond in de Regio. Wilt u deze of andere afleveringen nog eens terugzien? Bezoek dan onze website. Volgende maand gaat het over darmkanker. En tot die tijd, blijf gezond.